deboodschap.today. Succesvolle verkoopactie bij PCS en SVZ. De stakeholders uit de landbouwsector en melkcentrale Paramaribo, MCP, hebben op donderdag 2 april hun verkoopactie voortgezet bij het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, en het Sint-Vincentius Ziekenhuis, SVZ. De personeelsleden van deze zorginstellingen hebben gretig gebruik gemaakt van deze actie. MCP was zelf genoodzaakt de voorraad melkproducten wederom te laten aanvullen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.